Een 26-jarige stadjer is gisteravond aangehouden voor poging tot doodslag. De man wordt ervan verdacht zijn 20-jarige zus in haar woning in Hoge Zand meermalen te hebben gestoken. Onderweg naar de melding zagen agenten in de buurt van de woning een auto zonder verlichting rijden met daarin de verdachte. Bij zijn aanhouding gaf hij een valse naam op en hij had ook geen rijbewijs. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Bestuurslid Jaap van der Pol van zorginstelling Novo legt zijn functie neer. Aanleiding voor het opstappen is het overlijden van een 44-jarige patiënte in de vestiging in Onne. Van der Pol wordt als medeverantwoordelijk beschouwd voor de problemen bij Novo. Wieger Hattering, het andere bestuurslid van Novo, blijft voorlopig om de problemen binnen de organisatie aan te pakken. Novo heeft verschillende vestigingen in de stad. De familieraad van Novo vindt dat ook Wieger Hattering moet opstappen. De vloer van de parkeergarage aan het Boterdiep levert opnieuw problemen op. Daardoor komt sinds kort op enkele plaatsen grondwater op de garagevloer te staan. Onderzoek geeft aan dat het water licht verontreinigd is. Volgens de GGD zijn er geen gezondheidsrisico's. De concentraties zijn niet hoog. Het verontreinigde water wordt nu regelmatig door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. Ruim 2 jaar geleden is er ook vervuiling door de vloer in de garage gekomen. Het lekken van grondwater doet zich nu op 4 andere plekken in de garage voor. Daarnaast zijn er ook nog enkele scheuren die in geringe mate vocht doorlaten.